Namelijk, ja, wat ik versta onder flexibel onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, ik maak hem even wat persoonlijker. Mm-hmm. Gepersonaliseerd onderwijs, dat is gewoon ja, persoonlijk aanbod. Ja. Kijk, als ik nu met jou in gesprek ben en ik hoor dat jij een zachte G hebt, dan dat, ik ben geen specialist in dialecten. Maar dat zegt in ieder geval voor mij, jij komt niet uit de Randstad. Nee, klopt. Dus randstedelijke grapjes, die zullen jou waarschijnlijk niet helemaal, dat zal niet helemaal jouw ding zijn. Misschien wel, misschien niet, weet ik niet zeker. Maar je hebt al bepaalde aannames enzovoort. Die ga ik dan al gaandeweg onze relatie, dan doe ik even alsof je een student bent, maar goed, ook in elke willekeurige relatie, leer je iemand kennen. Mm-hmm. En die iemand die je dan leert kennen, daar heb je een soort van persoonlijke band mee. Mm-hmm. En daar doe je een soort van een customized approach. Mooi. Ja, ik wil niet zeggen een 1-op-1 type onderwijsband. Mm-hmm. Maar het is toch wel, ja, het is echt wel afgesneden op die persoon. En die persoons belevingswereld, die persoons zijn behoeftes. Mm-hmm. En dat soort zaken. Dus al die, dat, voor mij is gepersonaliseerd onderwijs meer nou, dat. Wij zijn... En niet zozeer bezig met het begrip gepersonaliseerd leren. Alleen we passen wel heel erg gepersonaliseerd leren toe. Oké, mooi. He, wij, ons onderwijsconcept is gebaseerd op het hybride onderwijsconcept. Het hybride onderwijsconcept. En daarin kijken we heel erg naar wat is belangrijk voor de leerling. Waar haalt de leerling zijn intrinsieke motivatie vandaan? En dan proberen we daar ons onderwijs op af te stemmen. En ja, dat is redelijk gepersonaliseerd. Ja. Voornamelijk bij de BBL-klassen, dan hebben we vrij diverse groepen. Mede veroorzaakt door leerlingenaantal en onderbezetting. Maar eigenlijk zorgt dat ook wel weer dat je in een groep zit waar eerste, tweede, derde leerjaar soms bij elkaar zitten. En waardoor ze dus ook heel erg van elkaar kunnen leren. En ja, bij de ene die maakt iets mee op een bedrijf. En daar kan je gewoon je les op baseren. En ja. Dat is dan ja, voor alle leerjaren is dat, kan dat heel interessant worden. Eigenlijk is al het leren is natuurlijk gepersonaliseerd. Hè? Want op het moment dat je echt aan het leren bent, zeg maar, dan denk ik dat het al van jezelf is. Alleen als we kijken naar het onderwijs, wat het reguliere vorm van het onderwijs is eigenlijk dat mensen gewoon een programma wat vooraf klaar ligt, dat wordt eigenlijk zo gemaakt dat je dat gewoon volgt. En de vraag is hoeveel nemen studenten daarvan mee? Dus het gepersonaliseerd leren, dan heb je ook kennis van hoe jij leert en hoe je het beste leert. Dat vind ik echt gepersonaliseerd leren. En dat je daar ook op kan inspelen en dat je daar ook kan op reflecteren eigenlijk. Zodat je voor jezelf het je eigen maakt. Dus eigenlijk ja, meer vanuit jezelf dingen wil. Dus dat is voor mij eigenlijk wel gepersonaliseerd leren. Het is niet zozeer... gepersonaliseerd leren is niet voor mij zozeer een route die maatwerk bijvoorbeeld. Hè. Dan bied je gewoon maatwerk op je kunnen. Dan is het dus voor mij niet echt dat ik dan zeg van ja, dat is nou gepersonaliseerd leren. Of een flexibele vorm. Het zit overigens wel in de Zeeuwse praktijkroute gehandicaptenzorg. Hebben we wel die facetten wel belicht, zeg maar, daarin. Ja, okay. Ja voor ons is flexibel leren dat je eigenlijk meer op maat leert. Dus minder aanbodgericht, maar meer vraaggericht. Omdat ja, iedereen eigenlijk een andere voorgeschiedenis heeft qua vooropleiding. En ook een andere werkcontext. Dus dat je meer aansluit op de behoefte en de situatie van een individuele student. En dat je daarin dus ook kan, ja, dat er ook gewoon keuzevrijheid is. Dus zowel in het tempo waarop je studeert. Dus bijvoorbeeld dat je niet meer, zoals we altijd gewend zijn, per se aan het einde van onderwijs volgen ook meteen een toets bijvoorbeeld moet inleveren of een toets moet maken. Dat je dat meer kan, op een manier kan doen die bij jou aansluit. Ja. Ook in tijd, dus hoe lang doe je over een studie in het algemeen bijvoorbeeld, hè? Het ook kunnen vertragen en versnellen bijvoorbeeld juist. Ja. Soms hebben mensen die bijvoorbeeld twee eenheden van leeruitkomsten noemen we dat dan tegelijkertijd willen aantonen bijvoorbeeld. Ja. En dat je ook in volgordes kan wisselen. Dus wij hebben eenheden van leeruitkomsten die veel meer aansluiten denk ik dan voorheen bij een herkenbare beroepstaak. Dus wat je uiteindelijk moet kunnen als bijvoorbeeld manager in de zorg en dat je dan ook kan denken van hey, projectmatig realiseren. Toevallig speelt er nu een heel groot project. Dus eigenlijk is het handiger om voor mij nu eerst die eenheid van leeruitkomst te doen. Omdat dat nu ook aansluit bij mijn werkcontext.
Ja. En dan ga ik een andere eenheid van de herkomst later doen, bijvoorbeeld. Zodat je dat ook kan doen. Dus dat is ook een beetje regie op je leerproces. En ook meer in wat je leert. Want sommige mensen die hebben al meer voorkennis van bepaalde zaken, bijvoorbeeld. Dus dan is bepaalde stof misschien minder relevant.